Het crisis- en herstelplan van de regering bestaat uit drie fasen. Ons land is net de urgentiefase gepasseerd. Die was uitgestippeld voor 9 maanden. Dat zei Jack Menke, politiek analist. Hij geeft aan dat het plan reeds geruime tijd in uitvoering is. En dat is te merken aan de verschillende maatregelen die zijn getroffen. Maar er moeten nog 2 fasen worden afgerond. Dus we zijn nu al iets verder dan die urgentiefase. En de tweede fase is de stabilisatiefase, 24 maanden, en dan de ontwikkelingsfase. En die urgentiefase zie je aan een heleboel maatregelen. En ik denk de eerste belangrijkste maatregel was namelijk het financieel op een rijtje zetten van wat er aan de hand is. En met name de schulden. En twee, ervoor zorgen dat eigenlijk de overheid toch aan zijn verplichtingen kan voldoen. Weet je, waaronder salarissen uitbetalen. En ik denk nog zoveel andere maatregelen die zijn genomen. Ook uiteindelijk de stap naar een crisis- en herstelprogramma dat pas geschreven is. De stap naar het IMF. Je ziet het eigenlijk aan tal van zaken. Je ziet het aan de COVID-maatregelen. Ik denk dat de regering, als het gaat om de korte termijn maatregelen, is het dus heel duidelijk merkbaar dat ze eigenlijk bezig zijn met een, ja, noem het een crisis- en herstelplan. En met name met de eerste fase, de urgentiefase van het regeerakkoord. Volgens Menke zijn er verschillende stappen nodig om uit de crisis te komen. Hij vindt dat veel waarden van zowel politieke partijen als van de samenleving zijn gaan droppen. En ik denk dat er veel werk aan de winkel is, omdat een democratie alleen maar kan gedijen wanneer we eigenlijk de bevolking die kiest, dat eigenlijk die ook via het onderwijssysteem, dat ook in elkaar is gestort door de decennia heen, en via de media, dat eigenlijk die democratische waarden die we nodig hebben om eigenlijk toch de juiste keuze te maken, dat we daaraan moeten gaan sleutelen. Anders gaan we, weet je, continu draaien in diezelfde cirkel waarin we nu ook zitten om uit het slop te komen. Politiek analist Jack Menke. Volgens hem zal het zeker 24 maanden duren om de economie weer op poten te krijgen.